CEO Flanders Classic, Thomas, na 2 jaar, eindelijk. Ja, we zijn wel blij natuurlijk na 2 jaar zonder publiek dat we terug mogen iedereen oproepen om naar Antwerpen te komen, naar de start te komen, naar de grote markt te komen, naar de renners te komen kijken en nog eens dat feestje te bouwen zoals dat we dat gedaan hebben voor corona. Jullie hebben het overleefd. Zeker, ja. We hebben vorig jaar gezegd van kijk, we kunnen dit 2 keer, maar we willen het absoluut geen 3 keer, want dan wordt het kantje boord, maar gelukkig is het niet nodig gebleken. U hebt ondervonden, er is honger naar de koers. Ja, we hebben de voorbije weken natuurlijk al een aantal wedstrijden georganiseerd en dan zie je dat er heel veel volk is, dat de renners ook gewoon goesting hebben om er mooie wedstrijden van te maken. Dus nee, dat loopt absoluut. Het zal ook integraal op televisie te zien zijn, heel de koers? Ja, de hele wedstrijd, maar ook al vanaf de startpresentatie hier 's morgens vroeg. Die begint om 7:45 al. Dus ja, dat gaat een hele mooie lange dag worden met een heel mooie koers. En wel wat Flandriaan weer ook, want de temperaturen zijn wel wat gezakt de laatste dagen. Dus ja, dat wordt een wedstrijd voor onze favorieten. Mensen die naar de renners komen kijken, zijn er nog coronamaatregelen? Als je met het openbaar vervoer komt, wat natuurlijk aangeraden wordt, hè, want anders rijd je je vast, hè, dan moet je natuurlijk nog altijd je mondmasker dragen op het openbaar vervoer. Ga ook gewoon kijken op slimnaarantwerpen.be hoe je hier best raakt, zodanig dat je niet gefrustreerd aan de dag van de Ronde van Vlaanderen moet beginnen, maar hier gewoon vlotjes raakt, de renners kan zien en de rest van de dag de wedstrijd kan volgen. Zijn er nog speciale coronamaatregelen voor de renners? De renners die worden volgens het UCI-protocol natuurlijk nog altijd een stukje afgesloten van het publiek. Het trainerspark is nog steeds gesloten. Dus we proberen er wel voor te zorgen. Er is wel wat ziekte in het publiek, in het peloton. Dus we proberen ervoor te zorgen dat de renners nog steeds beschermd blijven. Dat betekent dat je de renners kan zien van dichtbij. Maar dat vooral kan op de kaai, op de suikerrui en op de grote markt en niet in het trainerspark. De komende jaren tot 2024 Antwerpen, maar de samenwerking met Brugge die blijft. Ja, we gaan dus 22, 24 en 26 in Antwerpen zijn en dan 23, 25 en 27 in Brugge. Dat is een hele mooie samenwerking waarbij we toch wel heel Vlaanderen bestrijken of een zo groot mogelijk stuk van Vlaanderen terug bestrijken. De steden werken al goed samen op het vlak van de haven. Nu doen ze dat ook op het vlak van de Ronde van Vlaanderen. De vrouwenkoers. Jullie gaan ook iets revolutionair doen, namelijk het prijzengeld. Wat gebeurt daarmee? Ja, we gaan dat gelijk trekken. Ik denk dat dat niet meer dan normaal is in deze tijden. Dat de vrouwen evenveel verloond worden als de mannen voor hun Ronde van Vlaanderen. Volgend jaar gaan we dat voor al onze wedstrijden doen. Maar dit jaar doen we dat al voor de Ronde van Vlaanderen. Ik denk dat dat niet meer dan logisch is. Het blijft werelds mooiste, de Ronde van Vlaanderen. Ja, ik denk dat dat de mooiste eendagswedstrijd ter wereld is. De grootste ook, het meeste publiek, de meeste beleving. De renners kijken er ook heel hard naar uit. Dus ja, dat wordt een hele mooie hoogdag zondag.